We gaan in deze video via een eenvoudige verandering van de tekstopmaak onze presentatie al wat verfraaien. Ik ga daarvoor de presentatie eerst openen. Dat kan ik doen via bestand openen of ik kan eenvoudigweg op het openen icoontje klikken. Ik kom op de juiste map uit en kies presentatie internet. Je ziet dat de presentatie nog maar bestond uit twee simpele eenvoudige dia's en die gaan we qua tekst een beetje verfraaien. Je ziet dat de standaard lettertype Arial gekozen is. Als ik deze tekst aanduid, zie je van boven Arial 44, dat is standaard zo voor titels. En een beschrijving of bijkomende tekst is van het lettertype Arial, maar een tekstgrootte 32. Net zo eenvoudig als binnen Word of de gekende PowerPoint. Op Writer-versies kan je van boven via de werkbalk al heel wat opmaak veranderen. Ik zal eens even laten zien wat dat er gemakkelijk gaat. Als je het vakje selecteert, het tekstvak selecteert, dan heb je in één weg de hele tekst binnen dat vak geselecteerd. Je kan, als je dat eenvoudiger vindt, de hele tekst selecteren. Maar je zal zien na verloop van tijd dat het werken met het gehele tekstvak, door op de rand te klikken, sneller werkt. Je ziet dat het tekstvak geselecteerd is doordat de vulgrepen zichtbaar zijn. Nu is het heel eenvoudig om een ander lettertype te kiezen. Ik kies hier nu voor Erlin Sans FB. Dat is een mooi lettertype. Heel duidelijk. Laat de lettergrootte eens eventjes op 44 staan. Stel nu dat ik zeg ik wil deze titel zo groot mogelijk krijgen. Je ziet dat die mooi gecentreerd is. Hij kan ook linksom, gecentreerd of rechtsom staan. Uitvullen zal ik je zo dadelijk nog eens laten zien. Hij is nu gecentreerd, maar ik wil hem wat groter krijgen. Nu kan ik gaan zoeken welke de juiste grootte kan zijn. Of ik gebruik aan de rechterkant de knopjes tekens vergroten en tekens verkleinen. Ik zal het demonstreren. Ik klik eenmaal en mijn tekst wordt al wat groter. Als ik nu nog één keer klik, dan zie ik dat eigenlijk mijn tekstvak een beetje te klein is. Geen nood, ik kan dat nog altijd iets vergroten zoals ik zie. Ik heb hier nog wat ruimte in de linkermarge en in de rechtermarge ook. Dus ik ga de rechtermarge eens vergroten tot de rand van de dia en dat doe ik ook met de linkermarge. Ik ga nog eenmaal kijken of een groter lettertype ertussen valt, maar dat is helaas niet waar. Dus ik kan hem terug verkleinen. Ik heb mijn grootst mogelijke lettertype op de hele breedte van de dia. Ik kan natuurlijk ook mijn lettertype in het vet gaan zetten, vet, cursief en onderlijnen, maar je ziet dat dan de lettergrootte niet meer correct uitkomt. Dus ik ga deze eens eventjes terug uitlaten en je laten zien wat dat je nog meer kan doen. Je kan heel snel door van achter hier de tekstkleur te kiezen, kan je natuurlijk een mooier effect geven aan je slogan of aan je titel. Wat dat het nog duidelijker maakt is het toevoegen van schaduweffecten. Je ziet nu dat hier geen omranding rond de lettertjes is. Hier staat een schaduwknopje. Als ik dat druk, dan zie je dat er een schaduweffect verschijnt. Dit maakt het lezen van dia's via een projector veel duidelijker. Dus ik laat die zoveel mogelijk aanstaan. Zolang als die mijn opmaak niet verstoort, is er geen enkel probleem. Wens je nu nog extra opties, dan kan je nog iets dieper gaan kijken. Stel nu dat je zegt, het normale onderlijnen onderstrepen vind ik niet zo mooi. Ik wil een mooier effect. Ik wil ook een mooier effect van mijn lettertjes. Dan geef ik je de mogelijkheid door je tekst te selecteren. Of je dat via het tekstvak of via het selecteren zelf. Jullie weten ondertussen dat je ook kan dubbelklikken op een woord. Of drie keer kan klikken om de hele zin te selecteren. Dat weten jullie uit de writercursus. Nu kan ik heel eenvoudig via opmaak naar teken gaan, heel bovenaan. Of ik druk, zoals jullie weten, meestal met de rechtermuisknop en kies dan voor teken. En dan krijg je hetzelfde vakje als je gewend bent uit de tekstverwerkingsprogramma's. En ook hier kan je de tekst of het lettertype kiezen. Het grote voordeel hiervan is dat die natuurlijk in het voorbeeldvenster van onder mee verandert. Dus ik laat hem eventjes op Berlin Sans FB staan. Ik kies standaard lettertype. Ik maak hem een beetje kleiner, want ik vind hem wat groot en ik wil jullie iets duidelijk laten zien. Berlin Sans FB is prima, maar ik wil nog een ander teksteffect gaan laten zien. Dus je kan ook hier weer de kleur gaan bepalen, het relief, de lijntjes. Maar ik wil laten zien dat omtrek een heel mooi effect geeft op de titel. Dus ik druk eens eventjes omtrek en je krijgt een mooi omlijnd lettertype, wat een heel ander effect geeft. Over het onderstrepen zagen jullie zojuist dat ik enkel onderstreept heb. Maar ook hier kan ik een ander effect kiezen. Een leuke hierbij is heel onderaan golf. En dan kan je kiezen voor golf of golfvet, waarbij dat golfvet mijn persoonlijke voorkeur krijgt.
Ook hiervan kan je de kleuren weer gaan aanpassen, maar ik vind dat je dat vaak hetzelfde moet laten als de titel. Je kan ook kiezen om woord voor woord te onderlijnen en dan houdt hij geen rekening met de spaties. Dus ik laat woord voor woord zeker eventjes uit. Ik druk op OK en je kan zien als ik er eventjes langs klik dat de titel eigenlijk een veel mooiere opmaak gekregen heeft. Ik ga toch nog eenmaal proberen om het lettertype te vergroten. Nog een keer, voilà. Deze titel is zeker duidelijk. De tekst kunnen we natuurlijk op een gelijkaardige manier aanpassen. Ik ga heel eventjes de tekst iets groter maken en cursief zetten. Ook hier bekijk ik even of het schaduweffect de tekst wat scherper maakt. En volgens mij lijkt het schaduweffect ook hier weer iets bij te brengen aan de leesbaarheid. Goed, de eerste dia is wat verfraaid. Dan kan ik u iets laten zien over de tweede dia. In de tweede dia zag je dat we gebruik hadden gemaakt van opsommingstekens. Je ziet hier de bolletjes aan de rechterkant staan. Ook hier kan ik weer de opsommingstekens heel snel veranderen naar een nummering. Dat doe ik door gewoon de tekst te selecteren, je weet ondertussen hoe dat gaat, en dan via de rechtermuisknop beneden te kiezen voor opsomming en nummering. Als je daarop klikt, kom je jullie standaard op dit tabblad uit, met de opsommingstekens. En hier kan je andere opsommingstekens gaan selecteren natuurlijk. De bolletjes, de ruitjes, de vinkjes, een heel leuk opsommingsteken. Nu moet de nummering ook eenvoudig werken. Rechtermuisknop, opsomming en nummering. Als ik de nummeringstijl nu kies, en ik kies bijvoorbeeld de eerste, dan zou die mijn twee bolletjes heel snel moeten omvormen naar nummertje 1 en 2. Als de nummering correct verlopen is, wil dat zeggen als ik hierachter communiceren een harde Enter-toets geef, dan zou die daar opsomming nummer 3 van moeten maken. Ik doe deze terug weg, want die is niet nodig, en ik hou het op 1 en 2. Dat eventjes terug ongedaan maken, zodat we aan het startschermpje terug zaten. Voilà. Deze tekst is voorzien van een mooi opsommingsteken, maar er zijn er nog leukere. Dus als je dat eventjes terug selecteert, rechtermuisknop, opsommingsteken en nummering, dan kan je bij afbeeldingen nog leukere effecten zien. Dus een van de effectjes die ik laat zien in de les rond Writer, de tekstverwerkingskant, dat is deze hier, die met de twee kleurige bolletjes, rainbow. Als ik hier op OK druk, dan ga je zien dat die bolletjes eigenlijk standaard veel te klein zijn. Dus ook dat kan je helemaal gaan aanpassen. Ik selecteer opnieuw mijn tekst, kies opsommingsteken en nummering. En kan hier via aanpassen de breedte en de hoogte van mijn opsommingsteken aanpassen. Ik kies natuurlijk om de verhoudingen te behouden, anders krijg je geen bolletje meer, maar een ovaal. En we gaan die eens trapsgewijs vergroten tot ongeveer iets meer dan een halve centimeter. Ik druk op OK en nu komen mijn opsommingstekens erg mooi uit. Ik wil jullie nog snel laten zien wat dat het verschil is tussen links uitlijnen en uitvullen. Daarvoor ga ik gewoon een nieuwe dia starten, maar ik wil een kopietje nemen van deze dia. Dat doe ik door gewoon rechtermuisknop op de dia te drukken en ik kies beneden voor kopiëren. Ik klik opnieuw onderaan mijn tweede dia, rechtermuisknop en plakken. En ik zou een identieke kopie moeten krijgen tussen de tweede en de derde dia. Nu ga ik van deze dia, de derde, eventjes de tekst aanpassen. Dus ik ga de hele tekst selecteren. Zo. Ik doe de tekst weg door op delete te drukken. En je ziet dat mijn opsommingsteken nog steeds aanblijft. Dat kan ik heel eenvoudig met het knopje van boven uitzetten. Voilà. Mijn tekst is klaar om geplaatst te worden. Ik ga een stukje tekst kopiëren van Wikipedia. Daarvoor neem ik mijn browser erbij. Ik ga naar Wikipedia. Daar staat hij. De Vrije Encyclopedie. En ik ga wat informatie zoeken over het internet. Het internet, bijvoorbeeld de geschiedenis van het internet. En dan krijg ik een stukje tekst te zien. Ik zal deze tekst eens selecteren. Dan kies ik rechtermuisknop. Kopiëren, en jullie weten het uit de les, als ik kopieer van het internet naar een ander programma, kies ik altijd om plakken speciaal te doen. Zo ben ik zeker dat de opmaak die op het internet stond niet mee overgedragen wordt naar mijn presentatie. Dat doe ik hier via het pijltje langs het plakken-icoon. Ik druk op het pijltje en ik zeg tekst zonder opmaak. Voilà,
Mijn tekst staat daar, is een beetje klein, maar geef mij toch, ik kan dat natuurlijk iets groter maken of iets vet maken, zodat het wat duidelijker wordt, de tekst. Hij wordt wel heel erg klein. Ik ga proberen hem een beetje te vergroten. En daar heeft hij, doet hij wat gekke dingen mee, maar kan je laten zien hoe dat komt. Heel snel. Rechtermuisknop. En dan Auto Fit Text. Daar is die. Je moet altijd eventjes zoeken. Ik ga hem wat kleiner maken, kleiner maken en kleiner maken. Maak mijn kadertje iets groter. Dan kan ik je gemakkelijk het verschil laten zien tussen links uitvullen en uitlijnen. Dit is links uitgevuld, dat wil zeggen dat de linkerkantlijn mooi gelijk, mooi onder elkaar staat, maar rechts zie je dat de woordjes niet allemaal onder elkaar uitkomen. Dat kan ik heel gemakkelijk aanpassen via uitvullen. En je ziet, dan krijg je onmiddellijk een effect alsof je artikel in een soort krantenvorm gegoten wordt. Goed, dit is een heel korte samenvatting over wat dat je heel snel met enkele teksteffecten kan verwezenlijken om je opmaak te verfraaien.